bijzonder is dat hier mensen met de auto opkomen. Na 20 meter rechts afbuigen. Rechts afbuigen. Zo, vandaag gaan we een macabre. Ja, ik heb een heleboel dingen weer op Nederlands ingezet. Gezien waar we zeg maar, hoe heet het, naar boven of zo. Dit is wel rustgevend zo, hè. Na 20 meter rechts afslaan, dan links gewoon aanhouden. Even stilstaan in de natuur. De vogeltjes. Ik heb het wel, hè? Met een handschoen. Ik ga beter ergens aan de hand. Je bent afgeweken van de route vanaf 20 meter. Je bent weer op de route. Het is niet goed met de satelliet ontvangst dan. Aparte is dus ook hoe die zon, waar die zon staat eigenlijk. In feite is dit best een mooi. Ja, rechts toch, zei die dat niet? Hierin. Maar dat hoeft niet. Het is niet nat hier. Water staat niet te hoog. Ik heb deze keer eraan gedacht om de microfoon helemaal zacht te zetten. Oh, kijk, dat is toch een beetje shit. Ik moet hier nergens tegenaan stoten, dan heb ik meteen nattigheid op de lens. Ah, kijk, hier is dat natuurlijk de bedoeling. En naar boven klauteren. Denk ik
daar meteen te hijgen als een paardje. Conditie van drie keer niks. Ik heb toch al iedere keer weer, dan is Julie San het onderwerp van de dag. Die heeft zich wel beroemd gemaakt met, ik denk van ja, nu al gedoe gehad. Kan hier nog nergens rechtsaf, mensen. Beetje glibberig, dus. Tja, I got no fucking idea. Dat is, weet ik niet. Ik weet niet of. Van waar kom je daar? Je kan nergens heen daar. Ik ben daar wel op een stippellijn, maar voor hetzelfde geld is die verkeerd getekend. Nou, je kunt daar naar boven, maar waar je dan uitkomt of dat nuttig is, hier weet ik. Gewoon een pad langs. Ja. Ik denk dat we moeten dat doen.
staanplaats wel erg veel, mevrouw. Te laden. Rechts afbuigen, dan naar 14 meter links afstaan. Na 20 meter links afstaan. Links afslaan. Now, so far, so good. Prijs vandaag. Toen is de lucht even niet zo lekker.
is een van de oude zoutpannen. Wel aan de grond waar er regelmatig is gelopen. Hier moeten we ook weer langs terug. Oh ja. Zelfde weg als je omhoog gaat, ga je weer omlaag? Nou, niet helemaal. Want je gaat de ene helling op. En dan ga je door naar een ander berg. En daar kom je weer naar beneden. Maar dit stuk. Hier loopt je heen en terug langs, steeds langs elkaar. Ding op de boom. Rechts afbuigen. Dat zie ik nog niet. Wat moet je zien? Je moet ergens naar rechts. Aangeeft. Dus we lopen wel goed hier. Dan is er een waypoint, kennelijk over met een indigo bak hier. Dit is een stukje bosachtig. Kan je kijken? Ja. Allemaal grote holen. Ja, krabben. Ik heb ook een paar dode krabben gezien. Maken ze zulke grote holen? Huh? Maken ze zulke grote holen? Volgens mij wel.
dus. Wat is dit? Dat is een indigo bak. Oh. Dit is een GPX van John. En ik herinner me dat ook wel waar we dat in Malpais hebben gezien. Weet je wel, wat verdiepingen, twee of drie. Schoen achtergelaten. Heel altijd apart dat je dan op dit soort plekken een schoen vindt. Zo, ik zweet met de pleiter. Ja, ik ook. Ja? Ja. Is het er? Buk. Ja, buk. Hoop water. Ik dacht ik was laag genoeg. Nou, ze is even stil.
alles. Wat uitzicht heb je. Dat is ook een massief blok daar wat ze gebouwd hebben, zoveel hoog. Zie je ja, dat? Dat is bij Piscadera. Van hoe heet die vent? Noeman. Een raffinaderij met al zijn pijpen en doen. Kranen van de haven. Lang met, niet met een knipschaar geweest. Collega's daar beneden wonen en ex-collega's. Kijk, daar zijn ze bovenop een punt ook aan het bouwen. Ja. Ook daar ergens Piscadera, denk ik. Daar hoeft dat legaal is. Die huizen zijn volgens mij van APC, hier op zo dat complex. Aha. Of van de Sean, een van die twee. En die hebben toen een deal met aquaretten gemaakt. Thank you.
functie. Denk ik. Ik weet niet of dit nou daar of hier. Wat zei die? Links aanhouden? Rechts aanhouden? Zo 20 meter rechts afbuigen. Klein stukje vooruit nog. Dus ja, maakt niet uit. Rechts afbuigen, dan naar 10 meter rechts afbuigen. Hier ook, ja. Nog een beetje mee. Ik zit al bijna. Ja. Het is warm. En het is pas 7:30. Naar boven zeker. Ja. Ja. Dus op die uitsteeksel daar. Onder een kap en zo. Ja, nou, dit is een beetje geschakelde rijtjeswoning.
zo'n villa resort woont, dan met die rode daken, dan is het klein, maar je hebt qua omgeving heb je het luxe. Kijk hoe ik dit ga doen. Hier naar beneden? Ja, dan daar langs denk ik, zo te zien. Ik zie niks anders. Hier weer naar boven. Oh nee. Ja, precies. Ik ga niet langs de kap, dus dat lijkt me ook geen goed plan. Is dit een boom die ik kan aanraken? Ja, ik denk het wel. Ben ik er onderdoor? Ja. Is bedenken. Seru Yamanika was makkelijker. Thank you.
eigenlijk bivakeren ze meer.